Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Vanavond hebben wij de presentatie van onze allernieuwste collectie, de Wild & Free van de JMA. En ja, ik ga gewoon van alles laten zien. En waarschijnlijk gaan we ook nog wel eventjes wat knutselen. En voor de rest ja, hoop ik gewoon dat het een leuk avondje gaat worden met z'n allen. Even een uurtje weer gezellig bezig. Ik wacht even totdat de meesten mij gevonden hebben. Want ik ben natuurlijk altijd iets eerder dan de andere dames. Ik begin altijd om 7 uur en de andere dames om 7:30. Dus dan kunnen jullie nog even binnenkomen. Nou, deze keer ga ik het ook iets anders doen qua live uitzending. Normaal gesproken met een nieuwe collectie ga ik eigenlijk in eerste instantie de producten laten zien. En dan laat ik daarna wat voorbeelden zien. Deze keer ga ik het even helemaal anders doen. Ik ga jullie als eerste straks een hele serie voorbeelden laten zien die het designteam gemaakt heeft. Dan, als ik die voorbeelden heb laten zien, en ik heb niet van alle dames voorbeelden, want we hebben ook aanstaande zaterdag in de JMA-groep ook nog weer een online demo-dag. En dan zullen een aantal dames ook hun voorbeelden nog laten zien. Dus die hebben ze natuurlijk niet opgestuurd. Van een aantal dames heb ik ook geen voorbeelden, want zoals de voorbeelden van Jitske, die zijn allemaal ook opgestuurd. Ik laat gewoon heel veel inspiratie zien, want de dames hebben echt prachtige voorbeelden gemaakt. Als ik de voorbeelden heb laten zien, dan laat ik de producten zien. En dan laat ik nog een aantal van mijn creaties zien. En als de tijd over is, gaan we dan nog even iets spelen. Dus ik moet gewoon niet overal te lang mee bezig zijn, dan blijft er ook nog wat speeltijd over. In ieder geval, vanavond hebben we dus de presentatie van deze lijn. We hebben dan vrijdagavond in de groep van Hobby Vision om 7 uur ook weer een live. Dan ga ik iets maken met deze collectie. En zaterdag hebben we in de JMA-groep hebben we 4 verschillende lives. En dan is er ook bij elke live een giveaway. En vanavond ga ik ook wat weggeven. Dus kijk gewoon gezellig mee. Ik ga dat straks een keer onder de kijkers doen. En wat ik weg ga geven, dat zijn 2 mask stencils en een setje met acetate. Dus dat is dat mica. Dus dat kun je vanavond winnen. En hoe en wat en wanneer? Nou ja, gewoon onder de actieve kijkers die meechatten, meekletsen, aanwezig zijn. Je hoeft niet hele verhalen op te hangen. Ik kijk gewoon straks een keer wie er binnen is en die krijgt gewoon wat. Nou, Wild & Free. Vrijheid gaat voor mij heel belangrijk worden. Dat is iets wat een beetje heel erg bij mij speelt. Dus ja, wat het precies... ik heb altijd met de collecties dat het op een goed tijdstip weer uitkomt. Nou, die vrijheid, zeker ook de laatste dagen met Pinksteren, qua geloof en zo zijn er ook veel dingen voor mij... heel belangrijk geworden. Stond ook vrijheid in het hoog in het vaandel, zeg maar. Dus voor mij is het wel weer een collectie die weer precies op het juiste tijdstip uitkomt. Maar verder is het gewoon een hele neutrale lijn. Wildflowers, er zitten weer van die mooie meisjes in. Het is blauw, het is grijs, het is geel, het is... Ja, zomerse tintjes eigenlijk voor heel veel stijlen. Nou, het eerste wat ik laat zien. Dit is gemaakt door Rianne Levering. En die heeft onder andere het mask stencil op de achtergrond gebruikt. De basismal is de nieuwe Slimline. En jullie kunnen wel zien, die Slimline heeft ook een heel leuk stiksteekrandje. Er zijn nieuwe takjes, die laat ik straks nog zien. Nieuwe postzegelstansjes. En stempeltjes. Er is een notebook. Nou, Rianne heeft weer met haar naaimachine gewerkt. Hier ook weer wat takjes op. Dus hier gaan jullie straks de producten weer van voorbij zien komen. Dan heeft Rianne ook nog een
ja, het vellum. Dat vellum gaan jullie straks ook nog voorbij zien komen in het mixed paperpad. En ze heeft nog wat gestempeld op de achtergrond. Nou, ook een mooie filmstrip gestempeld. Zien jullie straks ook op de stempelset voorbij komen. Dus dat is een mooie dubbele kaart van Rianne. En aan de achterkant heeft ze ook het designpapier gebruikt. Dan is dit modelletje denk ik wel herkenbaar. Daar heeft ze ook de ATC-stand op gebruikt. Wat takjes op gebruikt. Het filmstripje. En dit is zo'n leuke pocketkaarthouder. Nou, je kan natuurlijk in plaats van de pocket, kan je hier ook een leuk ATC-mapje weer in gaan zetten. Dus dat zou ook nog weer ontzettend leuk zijn. Oh, ik denk dat ik dit modelletje een keer na ga maken. En dan dat ik hier dat ATC-mapje in ga doen. En dan is dat toch hartstikke leuk om iemand een ATC'tje zo te sturen. Nou, we krijgen vanzelf weer inspiratie van elkaar. Anita van Merode, die heeft ook een aantal kaarten gemaakt. Ja, Anita die zit een beetje in de lappenman, dus ik vind het al heel tof dat ze een paar voorbeelden heeft kunnen maken. Anita heeft hier onder andere ook op de achtergrond het mask stencil weer gebruikt. Zij heeft ook de mooie slimline stans gebruikt en ze heeft daar ook die mooie sticksteekjes weer voor gebruikt. Nou, als je echt tijdverdrijf zoekt, je kan dit natuurlijk ook nog gaan borduren als je dat leuk vindt. Anita heeft ook het vellum op de achtergrond gebruikt en uiteraard de die-cut plaatjes. Ook deze is van Anita, ook met de nieuwe stansmal die jullie straks voorbij gaan zien komen. Gestempeld op de achtergrond. Nou, leuke paperclipjes komen ook straks nog tevoorschijn. Dus dat zijn mooie voorbeelden van Anita. Dan heb ik van... Even kijken. Linda Peeples een mooi setje met ATC-coins gekregen. Nou, ATC-coins, dat is natuurlijk helemaal hot op het moment. En morgen komt er in onze JMA-groep ook weer een nieuwe ATC-swap online. En dat wordt er een met coins. En je kan dus onze nieuwe stand daarvoor gebruiken van de JMA. Maar je mag natuurlijk ook gewoon een... cirkelstans pakken van 2,5 inch, dat is 6,4 centimeter. En dan kan je ook gewoon meedoen met de challenge, met de swap. Nou, Linda heeft ook de takjes weer gebruikt, de kleine bloempjes, postzegeltjes, filmstripje. En aan de achterkant heeft ze dus die mooie stempel gebruikt met ons JMA logo. Dus dat is een setje ATC coins ter inspiratie. Dan heeft Linda ook de mooie slimline gebruikt. En bij die slimline zit ook een extra malletje met zo'n leuk achtergrondje. En kijk eens, Linda heeft daar dus weer een shakercard van gemaakt. Hoe leuk is dat? Dus dat is ook nog weer een ideetje. Dan heeft Linda een mooie plannerpagina gemaakt. En op de achtergrond dus het mask stencil verwerkt. Filmstripjes erbij. Onze pocket stans, de tak, die tak die zit ook bij de slimline mal. En onderaan nog een mooie border en uiteraard de insectjes. Dan heeft Linda ook nog het vellum hierop gebruikt, paperclipjes. Ook weer de slimline mal met die mooie stiksteekrand. En hierbij heeft ze dus de mal uitgestanst, dus dan zie je de achtergrond er doorheen. Nou, Linda is ook heel actief geweest en die heeft dus ook met de ATC coins heeft ze ook nog een leuk malle kaartje gemaakt. Je kunt dus ook de slimline of de coins gewoon op een slimline verwerken. Ook hierbij weer de filmstrip gestempeld, takjes erbij gedaan, insectjes erbij. Dus een ontzettend leuk voorbeeld weer. Dan heeft Mariette van Leeuwen ook nog ATC coins gemaakt. En zij heeft onder andere van de grote achtergrondstempels die ik straks laat zien, heeft zij gedeeltes uitgestanst met de ATC coin stans
en daar leuke coins van gemaakt. Ook op de achterkant dus de leuke basistekst weer gedaan. Ze heeft ook een klein ATC'tje en daar heeft ze weer de stempeltjes bij gebruikt. En ook de bloemenstempeltjes weer uitgeknipt. Ja, het team heeft echt prachtige voorbeelden gemaakt. Ik ben er ook ontzettend blij mee. En ook gewoon een enorme diversiteit ook. Dan heeft Mariette ook met de mooie hartjesstempel ook een prachtige kaart gemaakt. Ze had afgelopen week had ze in onze groep alvast de kleurtjes laten zien van de distress oxides waar ze mee gewerkt heeft. Nou, je kan daarop stempelen en dan met een bleektechniek kan je dus die bloemen ook weer wit gaan maken. En zij heeft dus echt gewerkt met een beetje zwarte inkt erbij. En ze heeft er ook een plannerpagina mee gemaakt en op de achtergrond is ook weer van alles gestempeld. En bij deze, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar daar zit dus embossing. Dit is met zwarte embossingpoeder gedaan. Dus ja, Mariette die is gewoon echt ontzettend goed in het stempelen. Dus laat die dit maar doen. Die is daar echt heel goed in. Nou, en Martine Krol, die woont bij mij in Rijssen. En die is ook heel actief geweest. Die heeft ook heel veel voorbeelden meegedaan. Die heeft ook met de ATC coins ook een mooie kaart gemaakt. Ze heeft laten zien dat je dus ook van de ATC coins een leuke shaker kan maken. Op de frame heeft ze dus ook nog weer wat gestempeld. De postzegeltjes zitten erbij, takjes zitten erbij en onze slimline weer. Dan heeft ze met het mooie papier en hier zitten onder andere ook weer die insectjes op. En hier zitten de mooie takjes allemaal weer op en de postzegeltjes. Nou, en uiteraard bloemetjes uit de JMA collectie. En dat is een leuke flapkaart geworden. Nou, zo komt het papier gewoon ontzettend goed tot z'n recht. Dus dit is een heel leuk kaartje van Martine weer. Nou, deze had ze geloof ik vandaag in de groep gezet. Dat is ook een leuk klein kaartje. Daar heeft ze ook onze slimline mal voor gebruikt. En die kan je dus uitvouwen. En dat wordt zo'n leuke staande kaart. Nou, dan komt het papier ook gewoon weer geweldig goed tot z'n recht. Dan heeft Martine ook nog de leuke ticket hier aan de zijkant verwerkt. En heeft ze een staande kaart gemaakt. En ook weer de ATC coins. En op deze manier kun je dus zien dat de ATC coins dus absoluut niet alleen voor ATC'tjes gebruikt kunnen worden. Maar dat je er ook gewoon op kaarten ontzettend leuke dingen mee kan doen. Ook hier heeft ze de slimline weer bij gebruikt en dat door de helft gesneden. Dan heeft ze deze kaart nog gemaakt. Oh, die had ik nog even weer dicht moeten strikken eigenlijk. Maar deze kan je dus dicht strikken. Hier zou je eventueel nog een leuke tekst op kunnen doen. Deze kan je zo neerzetten. En daar heeft ze het mooie vellum of mica bij gebruikt. We hebben heel mooi bedrukt mica weer. En dat heeft ze zo erop verwerkt. En uiteraard een mooie kaart. En de filmstrip en de takjes allemaal. En het laatste voorbeeld wat ik jullie laat zien, dat is deze. Dit leuke stansje. Ik vind het fantastisch hoe ze dat ook weer verwerkt hebben. En dat hebben de andere teamdames ook. En die voorbeelden die komen nog in de groep te staan. Hier hebben ze ook hele leuke voorbeelden allemaal meegemaakt. Dus hou dat in de gaten. Ook de kleine paperclipjes hierop weer verwerkt. Op de achtergrond gestempeld. Zowel met embossingpoeder als gewoon. En aan de binnenkant het vellum. En hier zit dus ook weer ons maskstencil. En de stempel. Dus dat zijn de voorbeelden van het team. Nou, de andere dames die laten dus de voorbeelden zelf nog zien. Dus er komen nog komende tijd veel meer voorbeelden aan. Ik ga dit even aan de kanten leggen. Want dan ga ik nu eerst de collectie laten zien. Nou, weet je, ik ga gewoon beginnen met het grote scrappapier.
Er is een paperpad van 30,5 bij 30,5. Normaal gesproken, als wij een paperpad uitbrachten, zaten daar dezelfde papieren in als in de kleinere paperpad, zeg maar. Deze keer is het anders en deze keer zitten dus in dit paperpad zitten dus extra velletjes papier die in de andere collecties niet voorkomen. Zoals onder andere dat ruitje en wat andere achtergrondjes. Nou, kijk en huiver. Ik heb zelf nog lang niet zoveel voorbeelden als de andere dames kunnen maken. En ja, hoe vaker ik dit nu in de handen krijg, hoe meer ideetjes ik ook krijg. Dus voorlopig gaan wij nog lekker met deze collectie aan het spelen. Nou, kijk eens, zoals dit papier ook. Dat zit ook in geen enkele andere ander paperpad. En ja, op deze manier is het ook voor jullie iets leuker om bijvoorbeeld ook het grote papier aan te schaffen. En ik heb dat ook bewust wat rustiger gedaan. Zodat er dat je hier ook wat rustigere kaarten mee kunt maken. Er zitten hele mooie knipplaten bij. En als het goed is, hebben de velletjes ook allemaal weer een andere achtergrond. Dat het gemixt is, zodat je alle papieren twee keer kunt gebruiken. Nu durf ik het niet 100% met zekerheid te zeggen. Maar ik hoop het stiekem wel. Dit is in ieder geval het grote paperpad. Dan gaan wij. Nou, weet je, we gaan gewoon eerst eventjes naar het mixed paperpad. Mixed paperpad, dit is allemaal op het formaat van 20,5 bij 20,5. En hierin zit dus basispapier. Er zit vellum in van die mooie plaatjes en er zitten knipplaten in. Dus dit is niet stansen, maar knippen. Nou, het vellum. Ga ik jullie straks nog wat voorbeelden mee laten zien. Alles zit er twee keer in. We hebben deze mooie bloemen. We hebben een cirkel. We hebben een vierkant. We hebben deze rondjes. En we hebben kleine vierkantjes. Dan zitten daarin dus van elke kleur twee velletjes basispapier. En deze kleur, deze collectie kun je op heel veel verschillende kleurstellingen gaan gebruiken. Nou, deze keer komt ons hondje tevoorschijn. Nou, zoals jullie wel zien, het is eigenlijk wel heel toevallig. Maar het is Wild and Free. En als je kijkt bij de productcode JMA WAF. Nou, WAF en het hondje, ik vond dat wel leuk uitkomen eigenlijk. Nou, er zitten hele leuke plaatjes bij. Het is ook voor junk journal zeer geschikt. Voor art journaling, voor kaarten, scrapbooking, eigenlijk van alles. Nou, leuke van die kleine plaatjes, ook voor ATC'tjes weer zeer geschikt. Vierkante plaatjes zitten erbij. Dat is het mixed paperpad. Dan hebben wij het gewone paperpad. Daarin zitten van alles twee. Nou, er zit ook bijvoorbeeld heel mooi ingetogen dat bruine in. Ook voor condoleantenkaarten zeer geschikt. En daar laat ik jullie straks ook een voorbeeld mee zien. Er zit mooi rustig geel bij. Roze zit erbij met iets een patroontje. Dit is eigenlijk al een mooie kaart op zich. Hoef je niet zoveel aan te doen. Nou, wat rustigere. Er zit mooi geel bij. Roze. Deze vind ik zelf ook gewoon ontzettend gaaf. Nou, mooie tafereeltjes. Deze ook voor condoleance. Ook weer zeer geschikt. Weet je, dan hoef je er verder al niet eens zo heel veel meer bij te doen. Dit is voor journaling, junk journal, ook zeer geschikt. En je kan het met kraft combineren. Je kan het met vintage bruin. Eigenlijk van alles. Dus ik hoop dat de kleuren jullie ook een beetje aanspreken. Dan hebben we ook nog een boekje erbij met de knipplaatjes.
En daarin zitten meer dan 300 elementen. Dit is dus allemaal die-cut, dus dat hoef je niet uit te knippen. Dus mooie kleine postzegeltjes. Nou, die leuke dames weer. Tafereeltjes. Bloemetjes. Nou, ons lieve hondje komt er weer bij. Ja, het team had echt prachtige voorbeelden gemaakt. Ik ben echt heel trots op alle dames. En ook op de dames waar ik nu dus geen voorbeeld van had. Die hebben ook prachtige dingen gemaakt. Maar die zullen het zelf nog even aan jullie laten zien. Nou, dit zijn dus de papieren. Dan zit er ook nog in deze collectie acetate. Dus bedrukt mica. Nou, het mica, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Wacht even, ik pak er wel even een wit papiertje bij. Deze is dus in bruin geprint. En die zit erin in bruin en in wit. Dus dat is het eerste motiefje. Dan hebben we een hele mooie met script. En die is dus ook in het bruin en in het wit. En we hebben deze mooie cirkelmal. Die is dus eigenlijk, we hadden nu dat hartje, maar deze zou toch eigenlijk ook gewoon als stempel nog uitgebracht moeten worden, hè? Dit is ook gewoon fantastisch gaaf. Dus dit is het acetate. Nou, dat acetate, kan je dat alleen zo gebruiken? Nee hoor, het is ook heel erg leuk om dat zelf nog weer op kleur te maken. Met onder andere alcohol inkt. Dan moet ik even kijken. Hij hoort zo om. Dus je kan hem ook met alcohol inkt nog weer bewerken. En dan krijg je dus gewoon een leuke gekleurde achtergrond. Ook leuk om daar weer je shaker elementen achter te doen. Dus voor een shaker kaart ook ontzettend leuk. Of gewoon als doorkijkje. Dat is dus het acetate. Ja, ik denk dat we dat maar moeten doen, hè, Mariette, dat we daar ook gewoon een stempel van moeten maken. Nou, als we het toch over de stempels hebben. Er zijn dus 3 stempelsets uitgekomen. Een heel mooi set met, Sprix heet deze. Allemaal verschillende takjes, postzegels, script, een filmstripje en een hele mooie klok. Nou, dit hebben jullie net al voorbij zien komen in allerlei voorbeelden. En dan gaan we ook, ik ga er denk ik zaterdag tijdens de live ook wat doen met het stempelen. Dan hebben we dus van die grote achtergrondstempels. En zoals jullie net al wel zagen, daar kan je dus ook heel leuk kleine gedeeltes van gebruiken. Ook leuk om hem in verschillende kleurtjes inkt op te gaan bouwen. En dit is dus die hartjesstempel wat ik net zei. En die hebben we dus in het mica dus ook. Maar dan was die rond. En ik denk dat ik maar ga vragen of we dat ook met deze niet zo kunnen maken. Dat zijn de stempels. Dan hebben wij nog 2 mask stencils. Het formaat van de stempels is, dacht ik uit mijn hoofd, 13 bij 13 centimeter. Even kijken. Maar uit mijn hoofd weet ik niet zo heel veel. Maar met een liniaal is het meten is beter. Ik heb ze toch in de buurt liggen. Dan kan ik het beter eventjes opmeten. Even kijken. De stempel is 12,5 centimeter ongeveer. Nou, dan hebben we nog 2 mask stencils. Die mask stencils kun je ook weer op heel veel verschillende manieren gaan verwerken. Dit gaan jullie dus ook komende tijd nog allemaal voorbij zien komen. En ik liet net dus ook al van de dames wat mooie voorbeelden daarmee zien. Dan hebben wij ATC's. ATC's die blijven hot. En we hebben dus weer een nieuwe ATC stans. Voor gewoon een mooie basisvorm. En daarbij hebben we dus ook weer een leuk stempeltje voor op de achtergrond.
En een ticket erbij waar je postzegels mee kunt maken. En een klein ding met artist. Ook altijd leuk. Dus dit is gewoon weer echt een leuk basismalletje voor een ATC'tje. En de ATC swap, die komt morgen online te staan. En die gaat dus met coins. Dus dat zijn de ronde ATC'tjes. Ook daarbij een postzegelstandje, een ticketstandje. Nou, uiteraard dus weer onze stempel voor op de achtergrond met het JMA-logo. En we hebben leuke postzegeltjes. Nou, dan gaan we naar het laatste product. Nou ja, de laatste producten. Het laatste van deze collectie, dat zijn de stansmallen. Er zijn 3 setjes met stansmallen uitgekomen. Een mooie slimline, wat ik jullie net al liet zien, met dus dat mooie sticksteekje erbij in. Er zit een filmstrip bij, die kan je dicht gebruiken, maar je kan hem combineren met deze, kan je hem ook open gebruiken. Dat laat ik straks zien. Er zit een heel mooi takje bij en er zit een hoekje bij die je dus ook weer kunt verwerken in deze slimline kaart. Hier zien jullie wel een paar voorbeelden al, maar we gaan dat straks nog even wat duidelijker laten zien. Dan heb ik de decorations en cards. Nou, bij deze collectie, we hebben heel veel bloemetjes. Dus deze stans met die randmal, die past dus op een kaart van 15 centimeter. Dan zit er dat leuke notitiedingetje bij. Er zitten paperclipjes bij. Een bijtje en een libelle. En mooie kleine takjes. En als laatste hebben we een setje met sprigs en sprouts. En dat zijn allemaal verschillende blaadjes. En de meeste blaadjes, dat kunnen jullie wel zien, die zitten er in spiegelbeeld op. Dus 1 keer naar links en 1 keer naar rechts. En zo kun je dus altijd je blaadjes aan je bloemen toe of aan beide kanten hetzelfde doen. En je kan ook in 1 keer veel sneller diverse blaadjes uitstansen. Nou, als je deze zo gebruikt, dan is het natuurlijk een leuk takje om over achter te steken. Maar als je hem over zo hangt, kijk eens, dan kan die straks voor de kerst ook weer mooi als een mistletoe. Dus die heeft verschillende opties. Nou, ik ga even een slokje spraakwater nemen. Want ik ben nog, zoals ik al zei, ik ga deze keer ook gewoon echt de tijd nemen om het allemaal even goed te laten zien. Nou, wat uitwerkingen. Ik heb onder andere dus het acetaat bewerkt met alcoholinkt. Dat is een optie. Daar gaan we TZT nog wat doen. De hele collectie, dan moet je even kijken bij of hobbywinkels dat aanbieden. Ik maak liever geen reclame, maar voor 1 keer bij ons is de hele collectie voor €136,95. En eind van de week is deze collectie dus bij alle hobbywinkels verkrijgbaar. Ik ga beginnen om jullie de uitwerkingen even te laten zien van deze stansmal. En wat kan je met deze stansmal? Nou, uiteraard gewoon, als je deze uitstanst, alleen die, krijg je een mooie basismal. Dan kan je ervoor kiezen om gewoon alle 3 uit te stansen en op elkaar te plakken. Dan krijg je gewoon dit model. Kan je van alles mee doen. Dit kan je ook gewoon uit designpapier doen. Je kan erop stempelen, net wat jij zelf wil. Dan kan je ook zeggen, ik ga deze hoek, die leg ik er ook uit en die stans ik uit. En dan krijg je dus zo'n leuk decoratiehoekje aan de zijkant. Nou, dat kan je ook uit designpapier doen. En zoals Linda ook al liet zien, je kan er ook een shaker gedeelte van maken. Hier zijn dus ook weer heel veel mogelijkheden mee. En je kan ook die kleine decoratiebloemetjes, zou je hier ook nog weer in 3D of in een andere kleur op gaan op kunnen gaan plakken. Wat je natuurlijk ook kan doen, is hem aan beide kanten gaan gebruiken.
Dus zowel aan de boven- en de onderkant. Nou, je doet hier een leuke tekst tussenin en een strikje erbij aan. En je hebt toch ook gewoon weer een toffe kaart klaar. Dus het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. En zelfs in deze combinatie met zwart, kraft en wit zou je er al een hele gave kaart van kunnen maken. Zelfs ook wel weer een condoleance kaart. Is deze mal dan alleen geschikt voor deze kaarten? Nee. Je kan ook gewoon kiezen om een klein vierkant kaartje ermee uit te stansen. Dit is bijvoorbeeld een kaartje van 12 bij 12 centimeter. Nou, daar kan je ook leuk designpapier achter plakken. Strik je erbij op. Klaar. Je kan er ook voor kiezen om gewoon één hoekje uit te stansen. Een leuke bloemenstempel erbij. Iets anders, weet je, mogelijkheden genoeg. Dus dat zijn ook wat opties. Je hoeft er dus niet per se op een slimline. Je kan het ook gewoon op een gewoon kaartje doen. En ik zit ook al te denken, als je deze elementen weer losknipt, is het ook nog weer leuk om gewoon ter decoratie ergens weer achter te plakken. Nog meer opties. Dan hadden we van deze stansmal hebben we een mooie rand. En die kun je natuurlijk aan de rand van je kaart doen. Maar je kan ook zeggen, ik stans hem één keer uit die buitenste als matlaag. En je laat deze er zo aan. Je plakt hier een leuk designpapiertje op. En je hebt toch ook weer een prachtige kaart. Dus je kan hem ook gewoon zo gebruiken. Diezelfde stansmal, die heb ik ook hier nog. Je kan hem dus gewoon met een matlaag eronder gebruiken. Je kan hem enkel gebruiken en je kan deze gebruiken. En ik dacht al, je kan ook deze nog weer los uitstansen en dit als een soort voor een berglandschapje gaan gebruiken. Voor het, ja, als je een achtergrondje wilt maken. Het leuke takje heb ik hier ook nog even uitgestand. Die zit dus weer bij die ticketmal. Dan heb ik de losse blaadjes even allemaal uitgestand. Dus jullie zien het wel. Ze zijn dus in spiegelbeeld. Eén keer rechts, één keer links. Alleen deze zitten één keer in en die zitten één keer in. Nou, dan hebben we onze filmstrip. Als je hem gewoon uitstanst, heb je dus een dichte filmstrip. Ook leuk om daar bijvoorbeeld een tekst in te stempelen en dat dus als een soort ticket weer vast te plakken. Stans je deze twee tegelijk uit. Dus je stans eerst deze uit en dan leg je deze eroverheen en dan krijg je dus echt een open filmstrip. En die losse stukjes die kun je natuurlijk ook nog weer gaan gebruiken. Dan even kijken. Ik heb deze voorbeeld nog niet helemaal klaar. Maar dan hebben jullie wel een beetje een idee. Ik heb ook de ATC-stans. Dus je hebt een basis en een opleg. Dan heb je een stempeltje voor op de achterkant. En we hebben de postzegeltjes en een ticket van Artist. Dat heb ik ook met deze gedaan, met de ATC coins. Dus ook de ATC coins zit in twee maten. En de achtergrond of het stempeltje erbij. Ook twee postzegeltjes, een handmade button en een leuke ticket. En dan hebben we dit setje nog. Nou, bij dit setje is het ook heel leuk om hier die reinforcers weer overheen te plakken. Uit bijvoorbeeld een voorgaande collectie. Dit is onze ticket. En hier heb ik dus een, het kleinste malletje hier opgeplakt. Maar wat je ook kunt doen is, ik heb hier dus kraft onder zitten. Je kan dus ook deze twee malletjes tegelijk door je stansmachine doen. Dan krijg je een open framepje en dan kun je daar dus ook het vellum weer leuk achter doen. Of je kan daar ook een shakerkaart van maken. Of je kan hier ook van dat mica tussen gaan doen. Dat je gewoon zo'n doorkijkje gaat maken. Hé, dat kunnen we straks misschien wel even doen. En ik heb ook de paperclipjes nog en de kleine bloemetjes. Nou,
Dan ben ik nog met wat proefjes bezig. En afgelopen zaterdag tijdens een live had ik al een van die grote achtergrondstempels gebruikt. En daar had ik met inkt bewerkt. Nou, dat achtergrondje, daar heb ik gewoon 3 ATC coins uitgestanst. En die gaan, dat moet nog wat worden. Op de achterkant heb ik ook alvast de kaartjes gedaan. Gewoon uit designpapier gestanst. Dan heb je ook weer leuk decoratiepapier op de achterkant. En ook deze ATC's zijn dus uit het paperpad gestanst. Zodat iets gewoon een motiefje al op zit. Nou, dit moet ik dus nog verder af gaan werken. Dan had ik een toevalstreffen van een achtergrondje. En het leek me heel erg leuk om het vellum dus uit te knippen. En dat ga ik hier overheen plakken. En hier wordt dus nog van alles opgestempeld. En dat vellum ga ik met nietjes vastmaken. Dus dat moet nog, dit moet nog verder uitgewerkt worden. Maar dan hebben jullie wel een idee. Nou, dit was dus ook een van die achtergrondjes met die stempels. En zoals jullie wel zien, ik heb bijvoorbeeld die vlinder. Wat jullie op deze kaart zien, dat is bijvoorbeeld dit gedeelte. Nou, dit was een stukje ergens uit het midden. En die bloem, dat zie je daar voorbij komen. Dus hier kan ik ook nog weer leuke ATC coins van maken. Dit is dus met een achtergrondstempel gedaan. Dan heb ik nog de achtergrondstempel. Ook gewoon op het designpapier. Dus het designpapier is al ontzettend mooi. Maar je kan dus ook de achtergrondstempel en de mask stencils ook nog weer gewoon op je designpapier verwerken. Dit zijn ook gewoon nog even wat proefjes. Dat heb ik ook bij deze gedaan. Ik heb hier bijvoorbeeld die hartjesstempel nog weer met een mooie gele kleur in de achtergrond gestempeld. En wat mask stencils. Nou, het leek me ook leuk om hier bijvoorbeeld ook weer wat vellum op te plakken. Vast te nieten en dan even kijken hoe en wat. Maar dat vellum, ja, ik ben daar zelf gewoon heel wijs mee. Ik vind dat ontzettend leuk. Dus daar gaan jullie nog meer van zien. Even kijken. Nou ja, dit moet nog gekleurd worden. Dit gaat gewoon echt een gekleurde achtergrond worden. Ik zou het bijna vergeten. Maar ik heb natuurlijk zelf ook nog voorbeeldkaarten. Die kan ik ook nog laten zien. Kijk, ik heb ook al een hele serie paperclipjes uitgestanst. Nou ja, deze heb ik van Linda Pepels gekregen. En ik heb al van alles uitgestanst. Nou, ik ben druk aan het knippen geweest. Zien jullie wel, ik heb alles al verzameld. En wat ik ook heb gedaan, kijk, daar is het vellum allemaal alvast uitgeknipt. En daar wil ik ook nog wat leuks mee gaan doen. Maar ja, komt allemaal. Jullie gaan het allemaal voorbij zien komen. Het voorbereidende werk is soms ook heel belangrijk. Nou, mijn eigen voorbeelden. Het zijn er niet mega veel. Maar het hoeft ook niet altijd, toch? Nou, zoals ik al zei, het vellum vind ik ontzettend leuk. Ik ga dit even opruimen. Dus met dat vellum heb ik onder andere ook een condoleancekaart gemaakt. En ja, dat is eigenlijk gewoon een hele simpele, gewoon een witte basiskaart. Daarop heb ik dat bruine uit het mixed paper pad gebruikt. Ik heb er bruin designpapier bij gedaan. Ik heb met foam tape heb ik een kleine vierkantje opgeplakt. En ik heb bij deze heb ik het vellum met een naaimachine vastgestikt op een witte kaart. Nou, een paar bijtjes erbij en je hebt een prachtige kaart. Gewoon heel ingetogen, niet al te moeilijk. Superleuk. Nou, deze liet ik dus vanmiddag al zien. Dit is dus ook met die hartjesstempel gedaan. Ik heb bij deze gestempeld met de Molotov Sketcher markers. Maar dit kan ook met onze JMA Lightmarkers. Dus
Dit kan met verschillende soorten. En ik heb dus ook onze slimline daarbij gebruikt. Dit is een voorbeeldje wat ook in de catalogus heeft gestaan. Aan de zijkant heb ik dus die takjesmal weer gebruikt. Geen takkenmal, maar takjesmal. Ik heb de bijtjes uit mooi glitterpapier gestanst. Nou, het mooie papier zit erbij. De bloem uit de Victorian Dreams. Hier zit ook dat, dat notebookje weer achter. De takjes in verschillende kleurtjes. De bijtjes. Ik had nog een klein ATC'tje. Ook daarbij weer ons leuke bijtje. De takjes, postzegeltjes, een paperclipje en artist. En op de achterkant ons logootje natuurlijk weer. Dan had ik nog een slimline kaart gemaakt. En op die slimline kaart heb ik ook hier het hoekje weer uitgestanst. Takjes erachter gedaan, paperclipje. Onze bijtjes weer uit het glitterpapier. Nou, hier zitten weer takjes achter. Daar kwam Reinforcer ergens vandaan. De bloemetjes uit bijvoorbeeld deze collectie. Dat is de Flow 06. Die passen er ook ontzettend goed bij. Ook de lichtblauwe bloemetjes. De Flow 08 passen er heel mooi bij. Voor de roze bloemetjes. En ook deze Bordeaux kleur. Dat is de Flow 09. Die passen er heel mooi bij. Vellum kan je ook wel vastzetten met een paperclip. Zeker. En we hebben onder andere ook hele mooie plakpareltjes bij JMA. Die passen er ook ontzettend goed bij. En ook de lintjes uit deze collectie passen hier ontzettend goed bij. Dus de oudere collecties matchen ook weer heel goed bij deze. Ja, doosjes met tijd die waren allemaal uitverkocht. Er zitten, dacht ik, 16 bloemetjes in zo'n verpakking. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18. Ik denk 20 bloemetjes. 4 keer van, ja, 20. Dan heb ik deze ook nog. En deze is puur gemaakt met de stempels. Een keer een totaal andere stijl van mij. Maar hierbij heb ik dus die klokstempel gebruikt. Ik heb de filmstrip gebruikt. Ik heb de takjes gebruikt. En ook aan de zijkant weer die leuke takjesmal. Dus dat is eigenlijk een beetje aan mijn voorbeelden wat ik klaar heb. En ik ben er nog met twee bezig. En die heb ik nog niet af kunnen ronden. Maar ik kan jullie wel een sneak laten zien voor tot dusver. Nou, dit was dat leuke populaire model van Martine. Nou, ik heb het zover dat ik de basis klaar heb. Maar ik moet nog de decoratie doen. Er moet nog wat opkomen. Dus dit is er nog één. Die is nog verder in wording. En deze is ook nog verder in wording. Is ook nog niet verder klaar. Hier heb ik bijvoorbeeld ook dat mooie ruitjespapier uit het scrappakket gebruikt. Uit scrappapier. Hierop komen aan de voorkant twee ATC coins. En ik heb dus de blauwe lintjes uit dat doosje wat ik net liet zien. Dit moet ik allemaal nog vastplakken hoor. Ik heb een randmal uit de Write Your Story collectie. Kijk, en dit is zo'n leuk modelletje. Die kun je openklappen. En dan komt het designpapier gewoon weer ontzettend goed tot z'n recht. Nou, ik wil daarin die filmstripjes gaan verwerken. En achter dat filmstripje wil ik dan weer dat vellum gaan plakken. Een leuk takje erbij. En dan komt daar nog zo'n vlindertje op. En, of een libelle. En dat wil ik aan deze kant ook gaan doen. En dan nog ergens een tekst. En dan verder wil ik daar niet te veel op gaan doen. Dus ook met blauw kun je daar weer ontzettend leuk mee werken. Nou, volgens mij heb ik nu wel heel veel al verteld. Niks nog gedaan. Nu zit ik te denken, wat gaan we doen? Want we hebben nog ongeveer een kwartiertje.
Nou, laten we dan toch maar even ons ding er even bij pakken. Nog even een beetje water, een beetje drinken. Want ik heb in principe niks voorbereid. En wat gaan we doen? Even denken. Ik moet even gaan schakelen wat we gaan doen. Ik ga denk ik even de stencils erbij pakken en een achtergrondpapiertje. En eens even kijken. Waar laten wij ons oog op vallen? We gaan eens even kijken of we bij deze. Of we daar misschien wat leuks nog op kunnen gaan stempelen. Dan kunnen we een gedeelte van die hartjesstempel gaan pakken. En een gedeelte van die. En misschien wat gaan blenden met de maskstempels. Of wacht, we kunnen ook eerst even een klein stukje. Nee, dat gaan we niet doen. We beginnen met deze. En nou heb ik eigenlijk te veel ideetjes. Hè. En dat is gewoon soms ook gewoon funest. Dat is een beetje het hele probleem. Ik heb vaak meer ideetjes dan tijd. Even kijken, wat voor kleur gaan we hierbij pakken? Nou, ik had toevallig vanmiddag deze kleur Peel Oker van de Archival. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer inkten en inktkleurtjes die je er prima bij kunt gebruiken. Ik ga later mijn bureau wel even weer schoonmaken. Of mijn werkmat. Ik wil een gedeelte van die stempel hebben daar. En een gedeelte daar. Kijk, zie je dat, hoe dat nu weer ontzettend leuk in de achtergrond alweer overloopt. Even kijken. Daar aan de zijkant kan ook nog een klein gedeelte van dat hartje. Even kijken. Bij deze gaan we denk ik ook nog wat groen stempelen. Of we kunnen ook met groen een beetje met het maskstencil gaan doen. Maar wat voor kleur groen ga ik dan pakken? Ik zal eens even kijken. Of ik in de... Ik denk haast... Dat deze kleurtjes van Kraftlab er best wel bij past. We gaan het gewoon proberen. Even kijken, de kleur Sage. En de kleur Jungle. Nou, ideaal dat die allemaal hun eigen borsteltje hebben. Nou, dit wil ik niet al te donker op de achtergrond. Dus ik ga het eerst even heel lichtjes doen om te kijken hoe het uit gaat pakken. Mag iets donkerder.
Kijk eens, dat wordt toch leuk. Hier wil ik ook zo'n gedeelte nog. Ja, dat stukje met die bloem eraan, zeg maar, dat is wel een van mijn favoriete stukjes. Dat mag hier onderaan ook nog een keer. De kleurtjes cardstock. Nou, goed dat je het daarover hebt. Ik heb toevallig... Had ik een... Ik heb alleen de kleurnummers niet. Die heb ik wel bij onszelf in de webwinkel gezet. Maar ik heb onder andere een mooie lichtblauwe van de Florence. Een groene. Een mosgroene. Dit mooie tintje groen. Dit mooie tintje groen. En die blauwe. Dit zijn wat tintjes wat ik zelf heel veel erbij gebruik. En ook een... de ivoorkleur. Maar er zijn uiteraard nog veel meer kleurstellingen wat je kan doen. Maar ja, jullie weten wel, ik ben echt een beetje van het, de wat lichtere tintjes. Dus dit is wat ik veel gebruik. En ja, kraft kan er natuurlijk ook altijd bij. Kraft en zwart. Even kijken. Ik denk dat ik het bij deze ook wel leuk vind om een gedeelte van deze klok nog weer te gebruiken. En deze klok, ik heb het tot nu toe nog niet gedaan. Maar volgens mij is dat onwijs tof als je die met embossingpoeder gaat doen. En dat hoop ik of vrijdagavond of zaterdag te gaan doen. Want ook die paperclipjes en zo... Dat lijkt me ontzettend leuk om die gewoon met embossingpoeder te gaan bewerken. En dan in onze, jullie weten het wel, die pancake maker. Die is ook helemaal hot. Om het daarin te gaan doen. Kijk, zie je, nu krijg je straks weer een hele andere kleurstelling met dit papier. En dat vind ik wel weer ontzettend leuk. Even kijken, die komt hier in het hoekje. Even kijken, dan hebben we nog een beetje script. Ik ga even kijken of ik een roze kleurtje heb. Ik denk dat ze deze... Nee, die gaat te roze worden. Ik denk dat we de kleur blush gaan proberen. Niet hard aandrukken. Oh, die kleur blush die staat er wel ontzettend leuk bij, moet ik trouwens zeggen. Weet je dat ik stiekem nog zit te denken om straks gewoon een slimline card te maken en dan gewoon alleen dit gedeelte gebruiken. Of gewoon een dubbele slimline card en het ene alleen met gestempelde achtergrond en de andere kant gewoon zo even laat of zo. Het is altijd zo leuk om daar gewoon mee te spelen. Er zitten ook van die leuke pluisjes bij. Kijk, ik wil het papier eerst in het echt zien. Sorry, vindt het vrij druk, kan er niks aan doen. Nou, dat kan. Dat is, weet je, zoveel mensen, zoveel wensen. De een houdt hiervan, de ander houdt daarvan. Dus ik zou zeker zeggen van, kijk eerst eventjes in het echt. Als jij die mogelijkheid hebt, ja, dan moet je dat zeker doen. Er zitten ook hele leuke vlindertjes bij. Dat vlindertje gaat er ook nog op komen.
daar een vlindertje. En die stempelen we daar nog een keer weer af. En daar fladdert er ook nog één. Even kijken, dat vlindertje komt ook bovenaan nog. En weet je, we kunnen hier natuurlijk ook straks nog weer kleine ATC'tjes van maken. Hè? Of dat we hier weer gebruik maken van de postzegelstansjes. Je kunt er zoveel kanten nog mee op. Deze gaan we gebruiken. En dan gaan we even kijken. Die stempel ik hier langs het randje. Daar komt een gedeelte. En bovenaan komt een gedeelte. Kijk toch eens, nu toch straks een hartstikke tof papier. Ik vind het helemaal leuk. Even kijken, een paar groene takjes er nog bij en dan doen we niet meer. We gaan bovenaan een paar takjes stempelen. Kom gewoon wat grotere takjes. Kijk, daar komen de twee. Aan de zijkant komen de twee. Nou, ik denk dat ik hier maar eens een keer een plannenpagina van 20,5 bij ga maken of zo. Dat is ook wel een keer weer leuk. Ja, de stempels zijn hier inderdaad al veel gebruikt. Want ik had ook nog twee stempelkaarten, maar die heb ik op moeten sturen. Die kon ik nog niet laten zien. Die zijn voor een Engels magazine had ik die opgestuurd. Dus ja, ik heb de stempels echt ja, best al wel veel gebruikt, moet ik zeggen. Nou, wat ik exact hiermee ga doen, dat weet ik nog niet. Ik vind mijn achtergrond gewoon zo al super tof geworden, moet ik zeggen. Ik ga even een beetje erbij spetteren. Even kijken. Spetteren, spetteren. Dan had ik een liniaal voor nodig om er even op te tikken. Nou, ik ben vanavond gewoon qua afwerking verder even een beetje inspiratieloos voor deze. Want dan ben ik bang dat ik er gewoon iets van maak wat ik eigenlijk niet wil. Want ik wil hem gewoon dit zoveel mogelijk gewoon zo laten. We kunnen er natuurlijk misschien ook hier wel van dat vellum op doen. Maar goed, net wat ik zeg, dat kan ik beter even in een volgende live doen. Maar het papier is gewoon zo al ontzettend mooi. Misschien dat ik er wel gewoon echt een leuke hoe heet het? Gewoon slimline van maak. En dat ik er alleen wat plaatjes nog bij doe. Ik heb toch mijn plaatjes. Ik kan even kijken als ik er een... Even kijken of ik die dames zo kan vinden. Kijk, we kunnen natuurlijk ook nog een beetje voor de opbouw van die bloemetjes gebruiken. Even kijken, dat meisje met de hond zou er nog wel weer heel leuk bij kunnen. Ja goed, dan ben ik bang dat ik mijn plaatje alweer te ver, of mijn
achtergrond alweer te ver verstopt. Dus ik moet even kijken hoe en wat. Zoiets, ja, zo'n vrouwtje zou er nog wel bij kunnen. Maar ik wil er gewoon niet te veel op gaan doen. Dus ik moet echt even laten kijken wat ik er allemaal precies bij ga doen. Misschien nog wel een leuke tekst erop stempelen op de achtergrond of zo. Kijken. Nou, dat vellum vind ik bij deze gewoon echt te veel worden. Nou, het wordt in ieder geval wel iets in deze trend. Ik hoop dat ik jullie met deze live toch wat heb kunnen inspireren. Ik heb in ieder geval genoeg voorbeelden van het team ook kunnen laten zien. En nou, zelf ook diverse voorbeelden. En waarschijnlijk ga ik dus vrijdagavond weer lekker live knutselen. Wat ik dan precies ga doen, weet ik nog niet. Die mapjes wat ik heb, nou normaal gesproken hoor die in zo'n map te zitten. Dat is een, even kijken, een map van Pionier. Dat is een soort fotoalbum map. Daarin kun je al die stempeltjes, standjes en dergelijke kun je heel makkelijk opbergen. En dan heb je voor jezelf een beetje een overzicht van ja, wat bij elkaar matcht. Dus ja, voor vanavond was het dit even. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben gekregen van de nieuwe collectie. Wat je ermee kunt doen en wat er allemaal in zit. En nou ja, komende tijd hopen wij jullie ermee te gaan inspireren. Ik zou bijna vergeten om... nog net op de valreep. Ik ga eventjes een beetje terugscrollen tussen de reacties. Wie natuurlijk de mask stencils heeft gewonnen. En de... En het acetate. Even kijken. Lisanne Slangen. Die komt voorbij. Lisanne Slangen, jij mag een e-mail sturen naar info@hobbyvision.nl. En jij krijgt van mij de twee mask stencils en het acetate opgestuurd. En dan hoop ik dat jij er wat leuks mee gaat maken. Ik vind trouwens deze combinatie van Kraftlab, die drie kleurtjes, wel ontzettend leuk. Dit staat toch leuk en gezellig bij elkaar. Dus dit zijn ook de kleurtjes van Kraftlab, die ik dus ook vaker hier wel bij ga gebruiken. Vrijdagavond ben ik dus weer live met deze collectie in de JMA-groep. En zaterdag hebben we 4 live uitzendingen met giveaways in de JMA-groep. En morgen start onze ATC-coin-wedstrijd daar. ATC-coin-swap daar. Dus doe gezellig weer mee. Ik wil jullie weer bedanken voor de leuke avond. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!